In de centrale in Gent werd vrijdagavond het startschot gegeven van de 6e editie van Istanbul Express. Een 10-daags muziekfestival dat de handelsbeurs en de centrale samen organiseren. De bedoeling van het festival is een soort van een staalkaart, een beeld te geven van de waanzinnige muzikale metropool die Istanbul is. Een heel diverse muziekscène leeft daar en die brengen wij naar Gent. De tiendaagse begint naar goede gewoonte met een fazilavond. Een Turkse avond met medze, raki en traditionele muziek. Dit jaar mocht Nef aantreden, een Turkse zanger die lichte, klassieke muziek uit de Ottomaanse periode brengt. Hij brengt vanavond een klassiek programma, klassiek fassel programma met ook westerse instrumenten. Dat is een mengeling van Turkse klassieke instrumenten, gelijk oud, darbuka en klarinet. Maar ook basgitaar en drum, dat is een goede menging van twee culturen, van twee genres, zou ik zeggen, van muziek, Turks en Westers. Şerefe. My name's mean is also Nev, something new, the last one who came, and different styles together in my music. And I'm also making rock music, but also using the Alaturka scales. Istanbul Express vindt jaarlijks plaats en maakt dit jaar ook deel uit van Europalia, een groot cultuurfestival. Europalia is een festival dat tweejaarlijks plaatsvindt en dat ieder jaar een gastland uitnodigt. En dit jaar is dat Turkije. Dat gaat dus door in verschillende steden. En Istanbul Express is een van die events die in dat bredere kader van Europalia Turkije plaatsvindt. Istanbul Express loopt nog tot 22 november in de handelsbeurs en de centrale.